Okie dokie, Danny Challenge tijd. We zullen eens gaan kijken wat het vandaag gaat brengen. Hopelijk iets. Geen Burj Khalifa, zullen we het zo zeggen. Wedden dat dan de eerste Burj Khalifa is echt. Serieus, dan word ik echt helemaal. Dan word ik echt helemaal geflipt als dat zo is. Ik denk dat dit Maleisië weer is. Dan ben ik benieuwd, want het ziet er heel veel uit als waar we gisteren zaten. Maar hier heb ik bordjes, dus dat zal in ieder geval wat Kuala Lipis, weten we waar dat zit. Dat zit op het, ja, ik noem het maar even het vasteland, zeg maar. Ik zet hem ergens weg, dat ik gewoon op mijn gemak even kan zoeken naar Kuala Lipis. Kuala Lipis hier. Wat is het andere? Kota Baru. En ik ben benieuwd of het. Wacht, als ik die kant op ga, dan is het. Het zou hetzelfde plekje kunnen zijn hoor, waar we gisteren zaten. Dat absoluut wel. Het zou hier zijn op Penang eiland. Maar wat ik zeg, laten we voorlopig even. En dan gaan we gewoon even zoeken naar. Want hij gaat naar noord toe voor Kuala Lipis. Dus dan moeten wij daar ook naartoe. Wat was die C-weg? C5. 8 en C5 komen hier in ieder geval samen. Dus dan zou ik alleen moeten kijken of hier ook nog een 59 vandaan gaat. Het lijkt er niet op. Maar goed, nogmaals, dat betekent niet dat het hier niet zit. Het is wel 55. Ik denk dat ik met name naar die Cameron Highlands moet zoeken eigenlijk. Of niet, of niet. Plus, nogmaals, dit kan ook nog een zuidelijke weg naar dingen zijn. Op dit moment is het met name gewoon gebaseerd op het feit van, nou, hier op die C5, hier op die 8, komen hier samen. Het zal daar in de buurt zijn, zal het zo zeggen. Het lijkt me vrij sterk dat dit niet. Ja, dus dat is inderdaad. Ik zit gewoon goed. Ik zit gewoon goed. Ik ben geweldig. Dan krijgen we zo meteen kijken waar ik in Bolivia en dan ga ik hem. Oh mijn god. Ik denk wel dat het toch Abu Dhabi is. Maar goed, op zich is het niet erg, want dit is wel weer. Of Dubai, sorry. Ik denk wel dat dit Dubai weer is. Op zich is dit niet erg, want dit is in ieder geval niet. Hoe heet het? Bij de Burj Khalifa. Het scheelt al iets, weet je. Even kijken. Jan. Ik zit te kijken of dat eventueel overeenkomt met een van deze. Zeg maar. Laten we eens verder kijken. Dus in ieder geval voor de Golden Tulip. Dit is. Het is een goed begin, zal ik maar zeggen. En ik bedoel, het is niet dat Dubai nou zo geweldig groot is dat ik heel snel heel veel kilometers ernaast zal zitten, zeg maar. Ja, misschien wel veel kilometers ernaast, maar niet heel veel punten ernaast, zal ik zo zeggen. Oh, kijk, daar zie ik een bordje staan. Bordjes zijn altijd goed.
First Central. Dit lijkt echt naar hotels toe. Dus je zou denken dat het toch wel ergens. Festival City. Emirates Tower, Dubai Mall. Je zou toch denken dat er dan toch misschien wel iets hier in de richting zit, zeg maar. Even kijken, dan ik hoop als ik dat nou daar haal. Misschien dat ik beter zo kan doen, dan krijg ik misschien iets meer. Hier zit, ja, er zitten overal hotels, dus het is niet dat het niets ergens is, zeg maar. Dus Sheraton. Ik ben eigenlijk gewoon op zoek naar het Golden Tulip Hotel. Ik denk dat dat van het beste 23 kilometer. Oh wauw, dat had ik. Ik ben heel eerlijk, dat had ik niet gezocht. Misschien als ik iets verder naar buiten was geweest, had ik het wel gevonden, maar. Heel eerlijk, dat had ik niet gezocht. Dit gaat een leuke uitdaging worden. Het is sowieso niet Rusland waarschijnlijk. Ik zit even te kijken, daar staan bordjes. Dus gaan we die kant op. Savrini, volgens mij. Ah, really? Savrini, volgens mij heb ik die wel eens een keer zien staan. Maar waar was dat? En was dat inderdaad in Letland of was het in Litouwen? Dat is wel de uitdaging om ik denk ook niet dat ik krijg ook denk ook niet dat het heel makkelijk zal zijn om iets anders te vinden dan Sfarini en Eserniki. En ik denk dat ik dan beter kan zoeken. Laat ik eens even in. Nogmaals, ik denk dat dit Letland is hoor. Maar laat ik in ieder geval even kijken of het eventueel hier staat. Weet je, want het kan zomaar dat het wel zo is. Dus. Ik zie het niet staan. Dat is een beetje de uitdaging. Terwijl ik me wel kan herinneren. Misschien is het ook wel gewoon een locatie geweest die we eerder gehad hebben dat ik daar de naam van herken. Misschien. Ik bedoel. Zoals ik kreeg, want dit zijn ook weer potjes. Maar dit is ook wel eens Farini en ja. Is er Niki zijn. Ja, het is niet op. Het is op weinig gebaseerd. Ik denk dat het Letland is. Want volgens mij is Letland ook degene die de bordjes blokkeert en Litouwen niet. Mits ik het goed onthouden heb. Maar. Plus, tot zo. Ervaring leert dat gewoon heel veel zandwegen. Nee, komt die niet naar 140. Ik probeer te kijken hoe ver we moesten inzoomen voor Svarini en dat is Eserniki. Svarini zie ik nog niet eens, dus. Dat was echt veel klein. Nou heb ik dat niet gezien, dat zal ik wel ergens anders van herinnerd hebben. Dit is Amerika, denk ik.
zo rechts. Ja, waar gaat het zijn? Oh, hallo. Het zou inderdaad Amerika kunnen zijn. De bomen toen vermoeden dat dit. En die bomen is ook een beetje waarvoor ik zo'n beetje zoiets heb van. Is dit Amerika? Als dat is wat ik dacht dat het was, zullen we zo zien. Ik ga, maar dat is totaal puur gebaseerd op het feit dat dit een geel bordje is. En dat ik toevallig gisteren gezien heb in Georgia. Zet ik hem weg in Georgia. Het is nergens anders op gebaseerd. Ik denk wel dat dit inderdaad het zuiden van Amerika is. Dat denk ik wel. Maar om 100% zeker te zeggen dat dit Georgia is... Nee, ik weet wel dat we, wanneer was dat, dat zal echt wel een half jaar, misschien wel langer geleden zijn. Maar op een gegeven moment toen echt een hele reeks hadden, dat het constant Georgia en Alabama, en dat we echt gewoon bijna een hele reeks alleen maar in het zuiden van Amerika hadden. En ook iedere dag, zeg maar, dat nogmaals, het is op compleet niks gebaseerd. Buiten het feit van, hey, ik heb gisteren een geel bordje gezien en toen was het ook Georgia. Was het gisteren of was het eergisteren? Ik dacht dat het gisteren was. Nee, er staat geen informatie op. En ik denk dat ik hier vooral de... Ja, en mijn kennis van de staatsvlaggen is ook weer niet zo geweldig. Ik ken er een paar, ik ken Colorado, ik ken... Dit is wat ik zeg, dit is wel echt... Dit kan Florida zijn, Alabama... En ik denk dat daar het ophoudt, want ik denk niet... Mississippi zou eventueel ook nog wel kunnen, maar ik denk niet dat dit bijvoorbeeld Louisiana is ofzo. Het was West Virginia. Oh no, ik had het helemaal mis. Shows me. Dit. Is dat een vlag of is dat gewoon een ding? Dit. Gaat. Ja. Ik denk dat het zomaar is zeker gebaseerd op dit, dat het zomaar als Bolivia kan zijn. Ja! Woehoe! Dat gaat er ontspannen, denk ik. Dat gaat er echt ontspannen. Even kijken, als ik dat zakkabak kan vinden, dan denk ik dat ik wel goed zit. Kijk, dat is richting het oosten. Klopt dat? Dus ik moet kijken of een Nolga of dat. Weet je wat het is? De afstand tussen deze en deze is. Het zou fantastisch zijn als ik het zo vind. Heerlijk. Echt, het zou echt geweldig zijn. Nee, dat is... Ik zeg niet dat het
is. En je weet wat het is, want ik heb gewoon een. Nee, sakaka. Trek daar naartoe. Ik dacht toch even dat ik het had. Weer te redeneren. 26 kilometer er vandaan. Maar dit is meer dan slotpunten. Nou, dat valt echt nog wel mee. Moet ik eerlijk zeggen. Maar zakken we. Plus, ik zat gewoon niet ver genoeg ingezoomd. Met de hakken over de sloot. Echt serieus. Met de hakken over de sloot. Show high score. Mijn score is niet zo boeiend. Daily challenge, die is wel boeiend. Echt. 61 punten. Phew. Ja, dat was close. Deze was eigenlijk degene waarvan... Weet je dat ik dacht toen ik begon van... Ah, weet je, dit zou misschien wel eens Virginia kunnen zijn. Maar toen zag ik dat gele bordje staan. Nee, Georgia. Plop. Het was volgens mij niet eens West Virginia. Het was volgens mij Kentucky uiteindelijk. Denk ik. Ja, het was uiteindelijk Kentucky. Nou, dan had ik helemaal een fout gehad. Want ik had hem waarschijnlijk hier weggezet. Nou, dat had iets meer punten opgeleverd, denk ik. Ja, of hier. Maar op zich, weet je, ik bedoel. Ik heb het gehaald, dat is het belangrijkste. Maar goed, dat was het voor deze keer. En dan zeg ik tot morgen.